Yo Nintendo fans, welkom bij het begin van het avontuur om het gele lint uit deze wereld te trekken. Oftewel, welkom bij een nieuw Paper Mario video. We zijn aangekomen in de Karton Canyon. In de vorige aflevering hebben we een mooi baasje weten te verslagen. En Toad zegt, oké, luidjes, dit is ook de laatste halte. Jullie waren een fijne bemanning. Hopelijk hebben jullie hier een prettig verblijf. Ik hoop het ook. Het klinkt aardig cowboyachtig eigenlijk. Moet je die rotsen zien? Zoiets kan alleen natuurlijk gevormd zijn. Ik heb van een dalvouw gehoord, maar dit is gewoon een echt dal. Laten we snel door de Karton Canyon gaan om dat lint te vinden. Ik ben knijter benieuwd, jongens, wat hier allemaal gaat gebeuren in de Karton Canyon. Doe alvast een blauw duimpje omhoog als je deze hele serie al aan het kijken bent. Ik ben heel erg benieuwd. Wie van jullie is er vanaf het begin van deze serie al bij? Heb jij alle video's tot nu toe gezien? Want dan ben je gewoon een baas. Ja, zo is het. Oh, we gaan even chillen op de bank. Het gevouwen volk kent een oeroud spreekwoord. Onderaan elke bergvouw ligt een dalvouw. Waarschijnlijk heeft het te maken met de pieken en dalen in ons leven. En misschien gaat het over origami. Het is sowieso behoorlijk diep en inspirerend, zegt Bobby. Zelfs een blindganger als ik kan misschien op een dag de piek van het bestaan bereiken. Zo, die HP konden we wel even goed gebruiken. Want die baas van de vorige aflevering, die had ons aardig pijn gedaan, toch wel? Die was niet makkelijk, die baas. Hallo, kissies. Dag, kissies. Hallo, gaatje. Een daggaatje. Laten we kijken wat hier allemaal gaande is. Oh, deze muziek is zo tof. Het is inderdaad net alsof je in het Wilde Westen rondloopt. Het is echt vet. Zo'n cowboytje die loopt te fluiten. Oh, en nu is het weg. Nu is het klaar met het mooie. Oh, daar komt het weer. Gitaartje erbij. Dat lint gaat maar door voorbij het dal en verder. Ja, ik denk dat wij hier doorheen moeten, vrolijke Olivia en Bobby. Dat wordt nogal eens een dingetje misschien. Ik zie trouwens helemaal geen Toads hier. Het is hier behoorlijk verlaten, jongens. Waar zijn alle Toads gebleven? Toad, zit je hier? Nee. Oh, hallo. Iemand zegt hallo. Wie zegt hallo? Hoor ik daar een stem? Wie is dat? Het is Olly. Olly, stop met deze onzin. Wat doe je hier? Olly zegt, ja, dat is al een tijdje geleden, nietwaar? En Olivia die zegt, ah, je hebt Peach Kasteel gestolen. In linten gewikkeld, talloze Toads verkreukeld. Waarom doe je dat nou? Dat is zo gemeen. Inderdaad, Olly. En Olly zegt, ach zusje, wat heb je toch een tweedimensionale blik op het leven. Ik schep alleen een glorieus rijk. Like, ik wou zeggen like. Like jongens, even duimpje omhoog. Ik schep alleen een glorieus rijk voor origami zoals wij. Waarom zie je niet hoe briljant en gedurfd mijn plan is? Een wereld voor origami? Maar origami en plat papier kunnen vredig samenleven. Je hoeft niet zo gemeen te zijn tegen deze aardige papieren lui. Dat is niet juist, je moet echt ophouden. En Olly zegt ook goed. Goed? Volgens mij is het helemaal niet goed met jou. Ik dacht dat je wel voor reden vatbaar zou zijn. Blijkbaar had ik het mis. Sinds je met die Mario samenwerkt, zit je allemaal alleen maar dwars. Raaah, hier, houd het op. Wat ga je doen? No! Snel, rennen. Nee. Olivia. Olivia, ben je oké? Olly, wat doe je? Hij zegt... Dit pad is afgesloten. Ja, dat kan ik ook wel zien, Olly Bolly. De origami troon naast de mijne zal helaas leeg blijven. Ach, het zij zo. Mijn origami rijk nadert. Er is niks meer aan te doen. Dus je kunt net zo goed even gaan liggen. Bom. Bobby, kan jij niet gewoon de dingen even opblazen? Ik bedoel, jij bent de explosief, toch? Oh nee, Olivia zit eronder. Nee! Ze is ongedeerd, maar het kan niet goed zijn voor origami om zo geplet te worden. Als we het niet snel iets doen, raakt ze straks permanent verkreukeld. Ja, ik kan met mijn hamer tegen die steen proberen te tikken, Bobby, maar... Oh nee, oh nee. Bobby, ga je het doen? Ga je echt zo'n held zijn, Bobby? Bobby? Bobby zegt ja. Dat is de enige manier. Ik weet hoe ik Olivia moet redden, Super M. We moeten de zee op. Huh? Huh? We moeten naar de haven in Toaddorp en vanaf daar de grote zee op? Het klinkt misschien absurd om Olivia hier te laten, maar... Je moet me vertrouwen, Super M. Oh, wacht. Oké, je hebt serieus een plan? Ik dacht, jij gaat jezelf sacrificen. Je gaat jezelf opofferen. Maar nee, Bobby die heeft een beter plan waarmee hij waarschijnlijk blijft leven. Olivia, we komen later terug. Hou vol. Toad. Breng ons de zee op. Toad die zegt, wat was dat lawaai nou allemaal? Was het een aardbeving? En wat het ook was, als je naar Toaddorp wilt, is de warbuis in het samurai-park sneller dan roeien. Dus wat zal het worden? Ja, dan gaan we terug naar het samurai-park. Let's go, Toad! Oop.
Oké, we zijn weer terug, jongens, bij het Samurai Park. Laten we snel die buis pakken. We moeten naar Tooddorp. Yo, daar zijn we weer. Oké, super. We gaan meteen naar de haven. Ja, bijna. Ik wil eerst nog even langs de accessoirewinkel. Even kijken of ze nog wat hebben voor ons. Heb je al nieuwe dingen? Ja. Kijk, hij heeft nieuwe dingen. Een zilveren horloge en een teamwerktamboerijn. Kijk, komt u maar. Geef mij alles maar. Ik wil alle accessoires hebben. Die teamwerktamboerijn, die wil ik ook hebben. Kom maar, geef maar. Dank u. En hij is weer uitverkocht. Laten we dit zilveren horloge aanzetten. En de teamwerktamboerijn kunnen we ook aanzetten. Maar eerst gaan we nog even naar de wapenwinkel. Dus dan moeten we deze aanzetten. Heb jij nog nieuwe wapens voor ons? Nou ja, heb eigenlijk alleen maar oude wapens voor ons. Maar ik neem nog wel even glanzende schoenen mee voor de zekerheid. Want ik denk dat die glanzende schoenen van mij bijna kapot gaan. Dus hoppakee, die zetten we weer even daar neer. En ik heb natuurlijk ook nog de vuurhamer en de ijshamer. Dus die kan ik ook nog even aanzetten. En dan zetten we nu wel de teamwerktamboerijn aan. En de stofzuiger. Zo, hoppakee. En dan gaan we nu wel snel naar die haven. Even kijken, was dat hier? Bobby, zijn we goed? Is dit de boot die we moeten hebben, Bobby? En deze Toad zegt, ken je me nog? Je hebt me gered uit die vinnige situatie op de Bonte Blaadjesberg. Zullen de motoren hijsen en de Grote Zee opgaan? Ja, is goed. Ik denk dat Bobby dat wel wil. Bobby heeft een plan. Ik heb geen idee wat het plan van Bobby is, maar let's go, let's do this. Oké, Bobby, we zijn op de Grote Zee. Wat is precies je plan? Bobby zegt, hey, is dat nog een lint? Ja, dit is een... Is dit een roze lint? Of is dit het paarse lint? In ieder geval zegt Bobby, bedankt dat je me hebt meegenomen naar de Grote Zee, Superham. Ik heb een plan om Olivia te redden, maar daarvoor hebben we een bijzonder voorwerp nodig. Hij bevindt zich aan boord van het cruiseschip de Princess Peach. En die boot zou hier nog ergens moeten varen, volgens Bobby. Zodra we dat in handen hebben, kunnen we Olivia redden. Oké, nou, op zoek naar de Princess Peach boot. Ja, dat is in ieder geval geen boot. Als we vanaf hier recht vooruit varen, komen we een enorm schip tegen. Dat is de Princess Peach. Oké, nou, dan gaan we recht vooruit. Maar echt recht, hè? Echt recht vooruit. Langs het eiland. Go, 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 go. Oh, ik zie hem al. Ik zie hem al. Daar komt hij al. De Princess Peach. Dit is trouwens super vet, jongen. Dat we gewoon zo'n grote oceaan op kunnen en gewoon van alles kunnen sturen. En overal naartoe kunnen. Dit is echt leuk. Wat een mooi bootje. De Princess Peach. Nou, dan gaan we even proberen of we hier aan boord kunnen, jongens. Wat zou het plan zijn van Bobby? Ik ben echt zo benieuwd wat hij heeft bedacht. Dit is wel een mooi bootje trouwens. Daar is er dan, jongens. Het beroemde cruiseschip. De Harer Majesteits Princess Peach. Ik wist dat ze onlangs het ruime sop had gekozen, maar waarom ligt ze helemaal hier? Dat gaan wij even uitvinden, Toad. We moeten naar de VIP-kamer op de tweede verdieping, volgens Bobby. Er is een lift in de foyer en laten we daar eerst even gaan kijken. Oké, Bobby. Ik moet je wel zeggen, ik heb wel eens boten gezien die er beter uitzien. Dit ziet er niet heel nice uit, Bobby. Deze visjes, die hebben het ook niet echt naar hun zin meer. Er zitten allemaal gaten in het dek. Is het natuurlijk aan ons om die gaten even weer te maken. Wat ze flats. Kijk eens. Hoppakee. 1000 muntjes erbij. Die konden we even goed gebruiken, want ik heb net weer flink geld uitgegeven. En als we aan de achterkant van de boot komen, dan hebben we nog meer muntjes. Zitten we hier ook gaten? Nee, die ruiten die zijn gewoon standaard kapot. We vinden hier wel even, kijk, een miniatuur van een blokkie. Hè? Die wil je hebben. Oké, Bobby. Ik vind het wel wat weg hebben van een spookschip, moet ik eerlijk zeggen. Oké, we moeten dus naar de foyer. Let's go. Eens even kijken of hier iemand is. Hallo. Wie is hier? Oh man, dit is nog triester dan de Titanic, joh. Dit ziet er nog slechter uit dan ik me kan herinneren, zegt Bobby. Je vraagt je vast af waarom dit schip zo is toegetakeld. Oh, Bobby weet het. Die zegt het is een lang verhaal, maar ik leg het later wel een keer uit. We moeten met die lift naar de VIP-kamer. Oh jongens, het is echt een spookschip. Het lijkt net Luigi's Mansion, joh, dit. Dit is wel een mooi trofeetje trouwens. Kunnen we die even hieruit grappen of niet? Het is de Princess Peach. Dit model brengt herinneringen terug. Ik heb zoveel lol gehad op dit schip. Stralende zon, zilte, zeebries, een horizon die zich oneindig voor me uitstrekte. En mijn beste maatjes. Ah, zijn we op zoek naar je beste maatjes? Zijn hier meer Bobby's? Oh, wacht even. Shy guy'tjes. Ja, die kwamen ons even overvallen, deze gasten. Oh, ik heb het niet goed gepositioneerd, jongens. Dat is nou weer jammer, hè? Pats. Hoppa, hotta. Die shy guys met die zuignapjes, die hebben wel aardig wat HP zo te zien. De eerste twee zijn kapot. Hoppa, lekker Bobby. Die doen nu 30 HP damage met zijn nieuwe item, dus dat is helemaal mooi. Ja hoor, zitten ze weer allemaal mensen erbij te roepen. Zal ik eens een keer een glanzende werphamer gebruiken? Gewoon omdat het leuk is. Eens even kijken wat dit doet. Hoppa. Oeh, oké. Dus niet alleen omdat het leuk is. Ook gewoon omdat dit een supergoed wapen is. Weet je, we doen het gewoon nog een keer. Dit zag er hartstikke leuk uit. Lekker, Mario. Waarschijnlijk zijn hierna mijn glanzende ijzerschoenen kapot. Of nee, het zijn mijn gewone glanzende schoenen. Oh, ze leven nog. Top. En jullie krijgen even een glanzend hamertje op je bakkes.
Hoppakee. Nice. Dan hebben we dit ook weer gehad, jongens. Hoppa. Even die muntjes pakken. Even een Toad bevrijden. Yo, Toad, wat is hier allemaal gaande? Hoe gaat het met jou? Ze wordt helemaal gek. Ze wordt helemaal gek, deze Toad. Bommie zegt, kom nou, je kan niet zomaar gaan gillen. Ik ontplofte bijna van schrik. Volgens mij is deze Toad een lid van de bemanning. Misschien moeten we hem even laten rusten. Is die zich letterlijk doodgeschrokken of zo? Ik help je alleen maar. Het was niet mijn bedoeling. Oké, wat is er in deze kamer? Voorlopig kunnen we hier nog niet zo heel veel doen, volgens mij. Oh, wel. Wel. Deze kamer heeft het zwaar getroffen, zegt Bobby. Dit was eerst zo'n gave lounge. Je kon de hele oceaan zien als je uit het raam keek. Ik zie sowieso een Toad die we kunnen redden. Een soort van mooie vaas daar zo. Oh nee. Oh nee, mijn snippers zijn op. Kan ik ergens snippers vandaan halen? Ja, hier komen wat snippers vanaf. Het zijn er niet heel veel, maar... Oh, daar is ook een snipperzak. Nice. Kon ik wel even gebruiken, die snipperzak. Dank u. Nee, Shy Guys. Laat me met rust, jongens. Ja, deze hebben allemaal 25 HP, dus dat is wel jammer. Daar hebben we toch echt twee beurten voor nodig om ze te verslaan. Ik heb meer aanvalskracht nodig, jongens. Lekker, Bobby. Goed gedaan. Oké. Pak ze. Lekker. Kijk hoeveel Toads er trouwens al op de tribune zitten. De tribunes die zijn aardig gevuld. Ik ben wel trots. Ik ben wel trots dat er al zoveel Toads fan zijn geworden. En dat er al zoveel Toads lekker zo op de tribune zitten. We hebben gewoon fans, jongens. Ik ben wel even benieuwd. Wat zou er gebeuren als ze de vuurhamer gebruiken? Gaan ze dan lekker in de fik met z'n allen? Hoppakee. We zullen het nooit weten, want we hebben ze in één keer verslagen. Oh, wat? Bobby, mis je nou gewoon? Nou ja, het doet er ook niet toe, want als we op hun bakken springen nu, dan is het gewoon lekker klaar. Hartstikke idee. 1000 muntjes erbij. Ja, die kunnen we ook goed gebruiken. Dit is ook een lid van de bemanning zeker. Ik hoop niet dat zij net zo erg schrikt als die andere. Ze zegt er bonste iets op het voorste raam, iets groots. Echt heel eng. Maar gaat het wel goed met je? Ik hoop dat alles goed met je gaat. Kan ik op dat voorste raam springen? Oh ja, kijk, we kunnen deze kast even slopen en een hartje pakken. 100 muntjes pakken. En dan eens even kijken wat hier gaande is. We kunnen naar buiten en dan zijn we op het voorkant van het schip. Maar we moeten de andere kant op volgens Bobby. Ja, kunnen we nog terug dan of niet? We kunnen vast wel terug. Oh nee. Het is allemaal de andere kant op, zegt hij. Ja, ik wil wel terug. Ik weet niet of ik nog door dit raam terug kan. Kunnen we nog terug? Oké, we kunnen hier nog overheen. Dan kunnen we terug. Oké, Bobby. Speciaal voor jou gaan we alsnog de lift proberen te pakken. Maar ik durf te wedden dat die lift het gewoon niet doet. Ik denk dat dit niet gaat werken. Ik denk dat alle elektriciteit uit is namelijk. Ja, dat dacht ik al, Bobby. De lift die doet het helemaal niet, vriend. Het hele schip heeft geen stroom. Precies wat ik dus zei. Dat zie je toch? De lichten branden niet, Bob. Waar wordt de stroom opgewekt voor een schip? Enige idee, Super M? Ja, ik heb wel een idee. Waarschijnlijk in de machinekamer beneden. Maar tegelijkertijd ben ik nu echt super nieuwsgierig wat er vooraan aan dat schip is. Ik bedoel, we moeten niet voor niks ons spel opslaan hier. Ik ga ook eens even de glitterhamer gewoon even in mijn inventory doen, want die heb ik net opgepakt. En dan gaan we naar dat voorkant van het schipje. Wie of wat zou hier zijn? Dit is het dek waar... Wat is hier aan de hand, Bobby? Wat is hier gebeurd? Wat weet je over bobombs? Nou, dat ze normaal gesproken exploderen. Bob zegt ook, het leven van een bobomb is vrij kort relatief gezien. No, dit is zo sad. Hij zegt, daarom proberen wij bobombs altijd zoveel mogelijk te genieten van de tijd die we hebben. Ik snap het, Bobby. Hij zegt, laten we verder zoeken. Ja, laten we dat doen. Is hier voor de rest niks? Deze bobomb heeft in ieder geval wel een lekker lang leven. Dat heb je als je met Mario gaat reizen. Dan komt het allemaal goed, jongen. Komt allemaal goed. Laten we even naar de kelder gaan. Of nou ja, zo heet dat natuurlijk niet. Een kelder heet natuurlijk een machinekamer op een boot. Oké dan. Hartje erbij. Gaatjes vullen. Oh, Shy Guys komen er al aan. Nee, jongen. Nee. Ik ga lekker hier chillen, Shy Guy. Nou, het is geen echte Shy Guy. Het is een nep Shy Guy. Maar dat doet er niet toe. Ik ga hem alsnog proberen te negeren. Oh, er viel er nog een uit de lucht. En deze Toad is ook al zo bang. Alle Toads zijn hier zo onwijs bang. Het is wel zielig. Kunnen we niet gewoon hier verder? Ja, kijk. Hoppakee. We negeren gewoon die battles. En we gaan gewoon door. Oké, Boppie. Waar heb je ons naartoe gebracht, joh? Op zo'n enge boot. Dit is toch helemaal geen plek voor een Boppie. Boempiedoempiedoem. Kijk, zie je? Dit is de machinekamer. Dit is waar we normaal gesproken elektriciteit kunnen vinden. Dit ziet er verdacht uit. Het lijkt wel alsof iemand hier opzettelijk een gat heeft gemaakt. Dat is geen probleem. Oh, what? Wat zijn dit voor gekke spinnen? Kijk, deze gekke spinnen, jongen. Ik ga in ieder geval mijn werphamertje maar eens gebruiken. Want dit zijn echt veel te veel spinnen. Die moeten even in één keer weg. Kijk, hoppa. En laten we ook maar even afrekenen met deze groep spinnen. Oh, is dit genoeg? Dit is net genoeg. Nice. Mijn werphamer is helaas wel kapot. Dan gaan we maar over tot de normale hamer. Hoppa. Ja, die doet minder pijn. Kom op, Bob.
Lekker! Oké, wat gaan zij voor aanval doen? Wat? Oh, van achter. Oké, je bijt me gewoon van achter. Dat is niet oké, spinnetje. Dat is niet hoe het hoort, vriend. Hoppakee. Eentje is weg, twee leven er nog. Lekker, Bob. Ja, Bob is wel lekker aan het helpen. Dat doe je goed, Bob. En even afrekenen met het laatste spinnetje. Hoppa. Maar er komt inderdaad nog een golf. Potverdorie. Maar ook dat gaat wel goed komen. Hoppa. Wegwezen met je spinnenkop. Echt opeens. Waar bemoeien jullie je mee, jongen? Gekke spinnen. Zullen we wel even die generator weer maken? Kijk, top. Dit ziet er alweer beter uit, maar er mist iets. Er mist een hendel of zo. Kan ik dit doen met die haak? Nee, we moeten blijkbaar even nog een itempie zien te vinden. Zou dat itempie erachter liggen? Kunnen we hier naar boven? Nee? Hoe komen we daar? Kunnen we over die reling springen? Kunnen we hier doorheen vallen? Ja, kijk, we kunnen hier doorheen vallen. Nice. Er zat daar een gat inderdaad. Yo, Tootje. Ik kom je redden. Mario, het is al schrullig. Het is een catastrofe. Er is nog steeds een catastrofe. Ik zit hier al heel de tijd vast, dus ik weet het fijn niet van. Maar catastrofe! Helemaal in paniek. Ik ben nou wel heel erg benieuwd wat die catastrofe strakjes gaat zijn, jongens. Ik heb hier in ieder geval weer lekker veel snippeties. Maar volgens mij vind ik hier niet het itempie wat ik nodig heb. Daarvoor moeten we toch echt naar een andere ruimte, denk ik. Nou, is er nog wel een plekje waar we naartoe kunnen natuurlijk? Nee, ik wil niet met jullie battelen. Laat me nou met rust. Maar, oké, als jullie dat dan heel graag willen, dan versla ik jullie toch even. Hey, dat is dan ook geen probleem. Oké, laten we even hier weer naar boven gaan. Ik heb zo'n vermoeden dat ik die misschien hierboven wel ga vinden. Zou hier iets bijzonder zitten in het gat, aangezien die Sniffit dit aan het bewaken was? Nee? Oké. Ah, kijk, hier hebben we een map trouwens. Nou, laten we in ieder geval even hier naar boven gaan om te kijken of dat item wat we nodig hebben hier ligt. Oh, stap je nou gewoon op een toad of zo? Ah, arme toad. Het is een bemanningslid. Hij had hem niet eens gezien. Deze is bewusteloos. Die toads hebben vast de schrik van hun leven gehad. Ja, het... Ze zijn wel echt heel erg bang inderdaad, ja. Ze vallen allemaal flauw. Okay, we kunnen hier twee kanten op. Laten we eerst links even kijken. Wow, allemaal mooie foto's van Peach. Oh, huh? Waar kom jij opeens vandaan? Je hebt Bobby opgegeten. Doe eens normaal, joh. Nee, laat Bobby met rust. Vriendelijke vriendjes, willen jullie eventjes normaal doen? Anders krijgen jullie gewoon even een glitterhamer bovenop jullie bakken, hè? Gelijk even afrekenen met deze droepies. Hatsakidee. 35 HP damage. En hoppa, hatsa, hoppa. Rappatapatiempoempampie. Geen idee waarom ik dat zei. Ik begin een beetje moe te worden, denk ik. Zomaar zit jij Bobby op te eten. Het is wel een mooi kistje hier zo. Wat zit er in dit kistje? Een sterminiatuur. Hoezee. Wat kunnen we nog meer hier vinden? Hallo? Oh, dit is wat we nodig hebben. Dit is wat we nodig hebben. Deze hendel hebben we nodig. Die hebben we nodig voor de power generator beneden. Volgens mij kunnen we hier niet echt iets mee doen. Ja, alleen Bob die heeft wel gedroomd om kapitein van een schip te zijn. Of admiraal. Maar hij denkt dat hij een stoere admiraal zou zijn. Ik vind die sowieso een stoere guy, jongen. Wat een mooie plaatjes op de muur allemaal van Peach, jongen. We zouden nog even hier kunnen gaan kijken. Nee, deze is helaas op slot. Daar kunnen we nog niet naartoe. Dan moeten we naar beneden om de hendel even te plaatsen in de power generator. Oké, jongens. Als het goed is kunnen we in deze kamer de hendel in de generator gaan plaatsen. En dan hebben we weer elektriciteit op dit schip. Maar dat gaan we natuurlijk doen in de volgende aflevering. Doe even een blauw duimpje omhoog. Abonneer op dit kanaal als je Nintendo en Pokémon video's vet vindt. En wil je mijn live zien game, volg me op twitch.tv/Rickachu. En dan zie ik je gewoon daar of bij de volgende video. Mazzel!